Het is de ergste nachtmerrie van elke puzzelaar. Je bent bijna klaar en dan merk je dat je één stukje mist. Het overkwam Jan Jonkvorst uit Barneveld. Hij was jaren bezig met een puzzel van maar liefst 33.600 stukjes. Maar de set was helaas niet compleet. Zijn verhaal bereikte ook Fotofabriek Groningen aan de Osloweg. Zij besloten Jan te helpen. Wij dachten, als je daar zo lang aan besteed hebt, 2 jaar lang, 5 uur per dag heeft Jan er besteed aan de puzzel en er mist 1 stukje... dan kan je die man niet laten zitten zonder een stukje puzzel. Dus wij dachten hier bij Fotofabriek, wij gaan voor hem dat puzzelstukje zorgen na te maken. En leveren aan Jan, zodat zijn puzzel compleet is. Dat is natuurlijk niet iets wat wij normaal gesproken doen. Wij maken heel veel puzzels per jaar, wel meer dan 1000. Maar dat zijn complete puzzels. Dus dit was wel een uniek moment dat we dachten van oké, hoe gaan we zo'n puzzelstukje maken? Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is we hebben Jan opgevraagd om het op te meten. En uiteindelijk ook de omliggende stukjes opgevraagd bij Jan. Zodat we precies wisten wat de vormen waren van het puzzelstukje. Die hebben we laten opmaken door onze eigen vormgevers. En zodoende konden we eigenlijk het stukje gaan maken. Konden we gaan bijsnijden, vormgeven en uiteindelijk opsturen naar Jan. En uiteindelijk paste het stukje precies. Dus was Jan een blij man. Als bedrijf dat jaarlijks meer dan 1000 puzzels maakt, begrijpt de Fotofabriek dat de frustratie erg hoog was. Ik vind het natuurlijk mooi als je puzzels maakt op jaarbasis. Weten wij hoe vervelend het is als je een puzzel niet af kan maken. En helemaal om de grote puzzel waar het bij Jan om gaat. Dus dat was super mooi voor ons net zo dat wij Jan hiermee hebben kunnen helpen. Wat er met de bijna 6 meter lange complete puzzel gaat gebeuren is nog onduidelijk. Jan hoopt dat de puzzel een mooi plekje krijgt in bijvoorbeeld een kinderziekenhuis.